Hey there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by, thanks for watching another episode. I appreciate your time and I appreciate your support. Today, what are we going to do? We will do a listening exercise on a B1 level, so on an intermediate level but before we do that, remember to give it a like, smash that like button. it's great for the youtube algorithm. Um, subscribe to the channel um, if you want more content and let me know in the comments what you think about these exercises and which videos i could make to make your dutch language learning process better. but without much further ado, let's go straight for the exercise. so how we will do the listening exercise. well, for the people who have been doing listening exercises already on this channel, you know the drill. For the people who are new, welcome. Well, basically, you have two options. Option one, you can look at the text while I'm reading. Option two, you go for the hardcore way. You don't look at your screen while I'm reading. All right. So, basically, what we will do is I will read a paragraph or two paragraphs, then we'll stop and we'll take a look at the multiple choice questions. You'll try to answer them and I will give you the correct answer afterwards. But before that, I will give you a list of difficult vocabulary in order to improve your understanding of the text I will be reading. Remember, this is for entertainment purposes only. So basically, if this is easy for you, great. You're doing a great job. You're having an intermediate level of listening. If not don't worry keep pushing keep listening to the dutch radio keep watching dutch television or series online and i'm sure you'll do great All right so here we come at the difficult words list uh, so basically we'll go straight at it the knuffel is the hug in this case it will be the stuffed animal, so a knuffle can be a hug, but in this case it will be a stuffed animal. Bescherming will be protection, de wacht is the fur coat, the animal coat. Hull is hollow, het gebed is a set of teeth or denture, kauen is to chew, plukken is to pick, to pluck, like to pluck flowers, uh, kaal is bold, without any hair, zelfstandig is independent. Boskappen is to cut down the forest and the jacht is the hunt. Toestemming krijgen is to get permission. So the knuffel, in this case the stuffed animal, bescherming, protection, de vacht, animal, coat, hol, hollow, gebed, set of teeth, denture. Kauen to chew, plucken to pick to pluck, kaal, bold or without any hair, zelfstandig, independent, boskappen to cut down the forest, the yacht, the hunt and to stemming krijgen to get permission. So what I advise you to do is take a screenshot of, um, this screen, the slide, or, um, write them down and you can use them while I will read the text. So now we're gonna go at the text and we'll see how you do. I wish you the best of luck. Oké, okay, so the text is De reuzenpanda. I will read two paragraphs to start off with and I will read them twice. Again, you have the option to read with me, but if you want to do it hardcore and if you really want to test your listening skills, try to look away from the screen. De reuzenpanda. De panda is een populair dier. Pandas zie je overal, als knuffel in speelgoedwinkels, maar ook op stickers en op bekers. De panda is ook het symbool van het Wereld Natuurfonds, een organisatie voor de bescherming van wilde dieren. De echte reuzenpanda woont in het land China. Daar leeft hij hoog in de bergen. In totaal leven er nog ongeveer 1850 reuzenpanda's in het wild. Dat is erg weinig, maar gelukkig ongeveer 200 meer dan 10 jaar geleden. Grote beer. De reuzenpanda lijkt op een grote beer. Je herkent de panda vooral aan zijn dikke zwart-witte vacht en aan de donkere kringen rond zijn ogen. De panda wordt ook wel de bamboebeer genoemd, omdat hij alleen maar bamboe eet. Bamboe is een plant met holle stengels. Oké. Okay. We'll go for the second read. De reuzenpanda de panda is een populair dier. Panda's zie je overal: als knuffel, in speelgoedwinkels, maar ook op stickers en op bekers. De panda is ook het symbool van het Wereld Natuurfonds, een organisatie voor de bescherming van wilde dieren. De echte reuzenpanda woont in het land China. Daar leeft hij hoog in de bergen. In totaal leven er nog ongeveer 1850 reuzenpanda's in het wild. Dat is erg weinig, maar gelukkig ongeveer 200 meer dan 10 jaar geleden. Grote beer. De reuzenpanda lijkt op een grote beer. Je herkent de panda vooral aan zijn dikke zwart-witte vacht en aan de donkere kringen rond zijn ogen. De panda wordt ook wel de bamboebeer genoemd omdat hij alleen maar bamboe eet. Bamboe is een plant met holle stengels. Oké? Okay? So now we'll take a look at a couple multiple choice questions. Oké, okay, we'll start off with question 1. We beginnen met vraag 1. Waar leeft de panda? A overal in China, B overal waar bamboe groeit, C in de bergen van China. Is het overal in China? Is het B overal waar bamboe groeit, of is het C in de bergen van China? Remember, I'm going to give you the correct response right now. So if you still want to think a little bit, remember to hit that pause button. So the correct answer is C. Het correcte antwoord is C in de bergen van China. Oké, okay, we gaan naar de volgende vraag. We go to the next question. Vraag 2. Wat zegt de tekst over het aantal panda's? A. Twee, derden, of twee derde van alle panda's leeft in parken in China. B. Het gaat prima, er komen steeds meer panda's bij. C. Er zijn nog maar weinig panda's, maar er zijn er meer dan tien jaar geleden. A. Twee derde van alle panda's leeft in parken in China. B. Het gaat prima. Er komen steeds meer panda's bij. C. Er zijn nog maar weinig panda's, maar er zijn er meer dan tien jaar geleden. Remember to hit that pause button, vergeet niet om op de pauzeknop te drukken, want nu zal ik het juiste antwoord geven. And the correct answer, en het correcte antwoord is C. Er zijn nog maar weinig pandas, maar er zijn er meer dan 10 jaar geleden. Oké, okay, we gaan naar de volgende vraag, we go to the next question. Wat eten pandas? A. Ah, de volwassen pandas eten bamboe, maar de baby's eten appels. B. Alleen bamboe. C. Bamboe en andere planten met holle stengels. Is het A. De volwassen panda's eten bamboe. Maar de baby's eten appels. Is het B. Alleen bamboe. Is het C. Bamboe en andere planten met holle stengels. Vergeet niet op de pauzeknop te drukken. Don't forget to hit that pause button because the correct answer is coming your way. En het correcte antwoord is B. Alleen bamboe. Okay, so these were the first three multiple choice questions. We'll go back to the text right now. Okay, we get back at the text. Now I will read three paragraphs twice and afterwards we will do some multiple choice questions. Bamboo. Panda's houden niet alleen van bamboo. Ze houden ook van rust. In the bergen van China kunnen ze die vinden. Bovendien zijn daar veel bamboobossen. De reuzenpanda eet ongeveer 20 kilo bamboe per dag. Het lichaam van de panda is helemaal aangepast aan zijn dieet. Zijn gebit is heel geschikt voor het eten van bamboe. En hij heeft enorme kouspieren. Ook heeft de reuzenpanda geen vijf vingers, maar zes vingers aan zijn poten. De zesde vinger zit op dezelfde plaats als onze duim. Zo kan de panda met zijn poot gemakkelijk een bamboestengel plukken of vasthouden. Baby. Panda's krijgen elke twee tot drie jaar een baby. Bij de geboorte is de baby klein en kaal. Hij weegt niet meer dan een appel, terwijl een volwassen panda bijna 100 kilo kan wegen. De moeder verzorgt de baby in haar eentje. Na acht tot negen maanden kan de jonge panda zelfstandig leven. De jonge panda verlaat dan zijn moeder. Gevaarlijk. Pandas leven vooral in hun eentje. Alleen tijdens de paring komen ze bij elkaar. Pandas worden meestal zo'n 15 jaar. Ze zien er lief uit, maar het blijven toch wilde dieren. De reuzenpanda is net zo gevaarlijk als elke andere beer. Oké, okay? that was the first read. Let's go for the second one. Bamboe. Panda's houden niet alleen van bamboe. Ze houden ook van rust. In de bergen van China kunnen ze die vinden. Bovendien zijn daar veel bamboebossen. De reuzenpanda eet ongeveer 20 kilo bamboe per dag. Het lichaam van de panda is helemaal aangepast aan zijn dieet. Zijn gebit is heel geschikt voor het eten van bamboe. En hij heeft enorme kouspieren. Ook heeft de reuzenpanda geen vijf vingers, maar zes vingers aan zijn poten. De zesde vinger zit op dezelfde plaats als onze duim. Zo kan de panda met zijn poot gemakkelijk een bamboestengel plukken of vasthouden. Baby. Panda's krijgen elke twee tot drie jaar een baby. Bij de geboorte is de baby klein en kaal. Hij weegt niet meer dan een appel. Terwijl een volwassen panda bijna 100 kilo kan wegen. De moeder verzorgt de baby in haar eentje. Na 8 tot 9 maanden kan de jonge panda zelfstandig leven. De jonge panda verlaat dan zijn moeder. Gevaarlijk. Pandas leven vooral in hun eentje. Alleen tijdens de paring komen ze bij elkaar. Pandas worden meestal zo'n 15 jaar. Ze zien er lief uit, maar het blijven toch wilde dieren. De reuzenpanda is net zo gevaarlijk als elke andere beer. Oké, okay, we've done it two times. Let's go do some questions. Oké, okay, we beginnen met vraag 4. We start with question number 4. Welke lichaamsdelen van de panda zijn aangepast aan het eten van bamboe? a. Gebit, kouspieren en poten, b. Zijn vacht en de kringen rond zijn ogen. C. Zijn vingers zijn heel lang en sterk. Is het A. Gebit, kouspieren en poten. Is het B. Zijn wacht en de kringen rond zijn ogen. Is het C. Zijn vingers die heel lang en sterk zijn. Remember to hit that pause button. Vergeet niet op de pauzeknop te drukken. En het correcte antwoord, the correct answer is A. Het gebit, kouspieren en poten. We gaan naar de volgende vraag. Hoe oud wordt de panda ongeveer? Is het A 10 jaar, is het B 15 jaar of is het C 30 tot 80 jaar? 10 jaar, 15 jaar of 30 tot 80 jaar? En het correcte antwoord is B. The correct answer is B, 15 jaar. Oké, okay, we gaan naar de volgende vraag. We go to the next question. Wanneer is de jonge panda zelfstandig? Wanneer is de jonge panda zelfstandig? A na 2 tot 3 jaar, B na 8 tot 9 maanden, C na de eerste paring als de panda 15 jaar oud is. A na 2 tot 3 jaar, B na 8 tot 9 maanden, C na de eerste paring als de panda 15 jaar oud is. Oké, okay. remember to hit that pause button. Don't forget om op de pauzeknop te drukken. En het correcte antwoord is B. Na acht tot negen maanden is de jonge panda zelfstandig. Oké, okay, we gaan terug naar de tekst. We'll go back to the text voor de laatste alinea. For the last paragraph. Beschermde natuurgebieden. Het ging lange tijd niet goed met de panda. Door het kappen van bos en de aanleg van wegen en spoorlijnen bleven er nog maar kleine stukjes bos over. Dat was een groot probleem voor de panda, want de bamboesoorten die hij eet gaan na 30 tot 80 jaar dood. En dan moet de panda verhuizen. Omdat er nog maar heel weinig panda's over waren, creëerde de Chinese regering in 1963 speciaal voor de reuzenpanda beschermde natuurgebieden en de jacht op de panda werd verboden. Nu leeft twee derde van de reuzenpanda's in deze speciale natuurgebieden. Pandas in Nederland. Sinds mei 2017 kun je ook in Nederland pandas zien. Het Oude Hans Dierenpark in Renen heeft speciaal voor de pandas een klein Chinees park gebouwd. En kreeg na controle uit China toestemming om twee pandas te verhuizen van Chengdu in China naar Renen. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website van het Dierenpark. Oké, okay. dat was de first read. Let's go for the second one. Beschermde natuurgebieden. Het ging lange tijd niet goed met de panda. Door het kappen van bos en de aanleg van wegen en spoorlijnen bleven er nog maar, kleine stukjes, er nog maar kleine stukjes bos over. Dat was een groot probleem voor de panda. Want de bamboesoorten die hij eet gaan na 30 tot 80 jaar dood. En dan moet de panda verhuizen omdat er nog maar heel weinig panda's over waren, creëerde de Chinese regering in 1963 speciaal voor de reuzenpanda beschermde natuurgebieden en de jacht op de panda werd verboden. Nu leeft twee derde van de reuzenpanda's in deze speciale natuurgebieden. Panda's in Nederland. Sinds mei 2017 kun je ook in Nederland panda's zien. Het Oude Hans Dierenpark in Renen heeft speciaal voor de panda's een klein Chinees park gebouwd. En kreeg na controle uit China toestemming om twee panda's te verhuizen van Chengdu in China naar Rijnen. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website van het dierenpark. Oké, okay? so that was the complete text. Let's tackle the last multiple choice question. Vraag 7, de laatste vraag. Question number 7, the last question. Waarom ging het lange tijd niet goed met de panda? A. Er werd veel gejaagd op panda's, B. Er was een epidemie waardoor veel panda's uh, stierven, C. Er was nog te weinig bos over, A. Er werd veel gejaagd op panda's, B. Er was een epidemie waardoor veel panda's stierven, C. Er was nog te weinig bos over. Hit that pause button. Vergeet niet om op de pauzeknop te drukken. En het correcte antwoord, the correct answer is C. Er was nog te weinig bos over. Oké, okay, so these were the questions. This was the listening exercise. I hope you did well. If this was easy for you, well done. You have definitely um, achieved an a, a B1. Uh, listening level. If this still was difficult, don't worry. Uh, you can try the A1 or the A2 listening exercises um, on my channel, and I'm sure uh, they might be a little bit easier. Don't despair, just keep pushing, and I'm sure you'll get there. I want to thank you again for watching. I appreciate your support, I appreciate your time. Don't forget to hit that like button, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments what you thought about this video and which videos. Um, you want me to make in order to improve your Dutch. And as for me, thanks again for watching. Keep it 100 and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.